Jullie hebben als bestuur en als directie van Heracles besloten om niet verder te gaan met John Stegeman. Nou, samen met John hebben we dat ook besproken. Dus we hebben samen met John gesproken en in goede harmonie hebben we ook de beslissing genomen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benadrukken. Zowel John, die gaf aan van, nou, ik wil wat anders gaan doen. En ook Heracles Almelo gaf aan van, ja, ik denk dat het na 10 jaar goed is om wat anders te doen. En John is de laatste 4 jaar hoofdtrainer geweest. Ja, nogmaals, wij zijn hem ook veel dank verschuldigd wat dat betreft. En wat heeft fantastisch gedaan. En heeft fantastische resultaten behaald. Waarom neem je dan toch afscheid van zo'n trainer? Wat ik zeg, omdat we er beide het gevoel hadden om het wat anders te doen. En zowel John die aangeeft van, nou, het is goed om nieuwe prikkels te hebben. En Heracles Almelo, wij dus die aan hebben gegeven van, nou, misschien is het goed om nu weer wat vers bloed toe te voegen. Hoe gaat het traject nu verder op zoek naar een nieuwe trainer? Nou, daar zijn we eigenlijk gisteren mee gestart. Hè. Even John hebben wij het gesprek woensdagavond mee gehad, woensdag eind van de middag. Dus wij zijn donderdag hebben wij wat actie ondernomen. En wij zullen gaan zorgen, Mark-Jan en ik zijn dat, die gaan zorgen om te kijken van nou, wat zou kunnen passen. Wie staan er allemaal op jullie lijstje? Wij gaan niet op namen in. Maar dat had je wel verwacht dat ik dat zou zeggen. Nee, we willen gewoon de beste man op de juiste plek hebben. En om daar nu een tijdspad aan te hangen. Maar het zal duidelijk zijn dat wij, hoe eerder we duidelijkheid hebben, hoe beter. Als Stegeman, deze week werd bekend dat jij Heracles gaat verlaten in goede harmonie. Hoe werkt zoiets? Hoe werkt zoiets? Je hebt een gesprek met elkaar en dan kom je eruit of kom je er niet uit met elkaar. Nou, we hebben besloten om uiteindelijk aan het einde van het seizoen met elkaar te stoppen. Maar ik ben wel echt trots op het feit dat ik hier heb mogen werken. Met fijne mensen heb mogen samenwerken ook. En nog steeds doe trouwens. Het feit dat ik hier 6 jaar assistenttrainer ben geweest. Dat de mensen hier bij de club hun nek hebben uitgestoken om mij uiteindelijk het vertrouwen te geven. Om als hoofdtrainer aan de slag te mogen gaan. En ook te mogen blijven. Ja, je weet op het moment als je contract tekent als hoofdtrainer uiteindelijk dat het een keer eindig is. En dan hoop je uiteindelijk natuurlijk altijd dat het door de voordeur is. En daar ga ik mijn stinkende best voor doen. In die 10 jaar tijd ben ik ook Herakliet geworden. Is er ook zwart-wit bloed door mijn aderen gaan stromen. Ja, weet je, het is gewoon een club waar ik ben van gaan houden. En dat is denk ik heel erg fijn. Ik heb dit altijd ook als een stuk familie gezien. Dus ja, weet je, ik ben enorm trots op dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van deze mooie club. En dat ik hier ook aanvoeding aan mocht hebben gegeven. Ja, ik ga zonder rancune hier weg en ik ben hartstikke trots en blij dat ik hier uiteindelijk heb mogen doen waar ik altijd van gedroomd heb. En dat is hoofdtrainer worden. Weet je, ik ben nog bezig bij Heracles en ik focus me op de dingen waar ik invloed op heb. En dat is volgens mij de trainingen, dat zijn de wedstrijden. We hebben met elkaar nog wat te doen en dat willen we zo goed mogelijk met elkaar doen. Ook John Stegeman wil dat zo goed mogelijk doen. En wat er allemaal tussendoor komt waaien, daar heb ik iemand voor die dat voor mij organiseert. En dat kan wel zo zijn dat er misschien binnenkort een keer een club uitkomt waaien. Dat zou ook kunnen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar dat zou kunnen. Ja, weet je, dat is het proces uiteindelijk wat nu gaande is. Maar daar hou ik me niet zo erg mee bezig momenteel. Omdat ik me nu gewoon wil focussen op het voetbal. En ik kan dat ook prima scheiden, denk ik.